Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video. En ja, in deze video ga ik het met je hebben over druk maken om dingen. En ja, dat het misschien niet altijd even goed is om te doen. En hoe je er vanaf kunt komen. Dus maak jij jezelf wel eens druk om dingen? Maak jij jezelf zorgen over dingen? Pieker jij eigenlijk te veel? Weet je van jezelf dat je wel eens te veel twijfelt? Misschien kost het je veel tijd om keuzes te maken. Al deze dingen kunnen heel overweldigend zijn in je hoofd. En kunnen je heel veel mentale energie kosten. En doordat het heel veel mentale energie kost, kan het je heel veel fysieke energie kosten. Enzovoort enzovoort. Dat willen we liever niet. En daarom heb ik een aantal tips voor je. Die ik met je ga delen. Maar veel belangrijker is om eerst eventjes te gaan hebben over dat druk maken. Want vaak maken we ons druk om dingen waar we geen invloed op hebben. En dat is het specifieke onderdeel waar ik het over wil hebben ook in deze video. Hoe ga je daar nu mee om? Dus we hebben interne en externe prikkels. De externe prikkels zijn er heel belangrijk in. Stephen Covey in zijn boek, en ik raad dit boek ook aan, de Seven Habits, dus de 7 eigenschappen van effectief leiderschap genoemd. In dit boek bespreekt Stephen Covey de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. En dit is me eigenlijk altijd bijgebleven. De cirkel van invloed is jouw interne. Het is waar jij invloed op hebt. Dus jij hebt invloed op keuzes, daar kun jij iets mee. Daar kun je je zorgen gaan maken om dingen, maar daarvan weet je, oké, ik heb er invloed op, dus ik kan dit veranderen. Die cirkel van betrokkenheid is alles eromheen, dus waar jij geen invloed op hebt. Dus bijvoorbeeld het weer. Je hebt geen invloed op het weer. Hoe jij reageert op het weer, heb je wel weer invloed op. En dus als jij weet dat het regent, en die dag hoef jij niet per se te gaan hardlopen en je houdt niet van hardlopen in de regen, dan zou je die dag dus niet kunnen gaan. Dan kun je wachten op een dag dat het droog is en ga je wel. Cirkel van invloed. Cirkel van betrokkenheid, dus alles wat er omheen zit, het externe waar je geen invloed op hebt, is het weer. Heel vaak het nieuws. En dus je kunt het nieuws lezen, dat kan iets met jou doen. Je kunt je druk maken om iets wat er in de wereld gebeurt, maar waarschijnlijk heb je daar geen invloed op. Even afhankelijk van welke positie je hebt, maar meestal hebben we daar niet echt invloed op. Dus je kunt je er heel druk om maken, maar uiteindelijk gaat het niet echt iets veranderen. En zo zijn er heel veel andere dingen waar je geen invloed op hebt, maar waar je misschien wel druk om maakt. En dit is heel erg zonde om te doen. Dingen waar jij invloed op hebt en waar je je druk om maakt, is minder zonde. Omdat je nog steeds, je hebt daar invloed op. Je kunt daar dus iets mee. Je kunt dat gaan oplossen. En dat is een andere categorie. Bijvoorbeeld dat jij gaat nadenken, dat je je zorgen maakt om wat anderen van jou vinden. Dat wat anderen van jou vinden, heb jij eigenlijk geen invloed op. Hoe jij daar tegenaan kijkt, daar heb je wel invloed op. Je kunt beren op de weg zien. Je denkt van, ik wil bijvoorbeeld dit, maar ik kan het niet bereiken door dit of dit. Je kunt jezelf omlaag praten. Allerlei andere dingen, hè, die ervoor kunnen zorgen dat je je druk maakt op van alles en nog wat. Nu zijn er wat mij betreft twee dingen die ik echt met je wil delen en die je zouden kunnen helpen. Ten eerste is het glashelder weten wat je wilt. Wat jij wilt als persoon. Dit is cirkel van invloed. Weten wat jij wilt gaat ervoor zorgen dat je veel makkelijker kunt bereiken wat je wilt bereiken. De tweede, dat ligt hier heel dichtbij. En dit is besteed meer tijd aan jezelf. En hiermee bedoel ik ook je focus verleggen van alles wat er buiten gebeurt naar alles wat er binnen gebeurt, in jou. Ja, dus als jij bijvoorbeeld, wat je kunt doen in gesprekken, is dat je altijd kunt praten over andere mensen. Dus dit zijn externe dingen. Je praat de hele tijd over andere mensen, maar je kunt ook eens wat praten gewoon over jezelf. Dit is niet arrogant, dit is niet egoïstisch, maar je praat over dingen waar jij bepaalde dingen over hebt. Of je gesprekspartner, hè? Dus dat je het hebt over die persoon, maar niet over andere personen eromheen. Weten wat je wilt, daar focussen op en daar ook de tijd voor nemen. Dit is echt heel erg belangrijk om te doen. Dus pak meer tijd voor jezelf. Dus lees bijvoorbeeld minder het nieuws. Check minder vaak je mobiel. Maar focus je op jezelf, op jouw dingen. Misschien wil jij een nieuwe taal leren. Ga dan, in plaats van dat je die 10 minuten op het nieuws zit te bladeren, zit te scrollen, ga die 10 minuten besteden aan die nieuwe taal leren. Dit kan wel echt heel erg klein. En van dat kleine kun je gaan bouwen, maak je het steeds groter en kun je steeds meer tijd gaan besteden in jouw cirkel van invloed en daar jouw tijd aan besteden. En op die manier hoef je je steeds minder druk te maken om externe dingen, dingen buiten je om. Het klinkt misschien heel gek, maar ga het eens proberen voor jezelf. En je zult merken dat dit ook daadwerkelijk het geval is. Dat hoe meer jij jouw tijd gaat besteden aan jou... En dit hoeft niet, dit moet je zeker niet als egoïstisch zien. Maar de tijd die jij besteedt aan jou, betekent ook niet dat het alleen van jou is. Dit kan zijn dat jij heel graag tijd wil besteden aan jouw familie, aan vrienden. Dus je besteedt nog steeds tijd aan jou, maar met hun. Dus dit is niet alleen maar gefocust op jou in dit geval. Dat wil ik even met je delen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dan heb ik ook nog een bonus voor je. Die echt heel krachtig kan zijn als jij je druk maakt om dingen. Vaak zijn het dingen die dus wat kan helpen voor je is om dingen in perspectief te zien. Er zijn altijd mensen around the globe die het erger hebben dan jou. Dus zorg ervoor dat je dit eens in perspectief ziet. Dus als jij je heel erg druk maakt om bepaalde dingen, ga eens kijken van oké, is dit echt zo erg of niet? Waar is het misschien nog erger? Dit kan je heel erg helpen om dingen in perspectief te zien en te zeggen van oh ja, maar wat ik dan eigenlijk heb is helemaal niet zo erg. Ik kan er nog steeds, en ik kan er nog steeds op reageren. Kijk vanuit je cirkel van invloed, wat kan ik doen? Als je er niks aan kunt doen, laat het gaan. Als je er wel iets aan kunt doen, doe daar dan meer mee. Ik heb hier trouwens meer video's over gemaakt, dus check ook mijn YouTube kanaal even voor meer. Dit was hem voor nu. Ik hoop dat je hier al iets aan hebt. Laat hem ook even weten in de comments als dat inderdaad het geval is. Laat me weten waar jij je eventueel vaak druk om maakt, waar je dan toch niet helemaal uitkomt. Ik ben heel erg benieuwd. Let me know. Geef een duimpje als je dit een leuke video vond. Wil je meer tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jou de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot. Start klein.